Een van de meest gebakken dingen is denk ik wel de cake. Zoveel maten en soorten. Het hoeft niet altijd in een cakevorm. Kan ook gewoon op de bakplaat. Ik vind het zo leuk dat je soms in winkels, vooral in Duitse bakkerijen zie je dat heel veel, van die grote bakplaten in de etalage ziet. En dan kun je zeggen, mag ik daar een stukje van? En dan snijden ze dan zo voor je af. Zo'n soort recept ga ik vandaag maken. Dan heet het een easy tray cake. En wat denk je van de combinatie sinaasappel-chocolade? Die is klassiek. Die is fantastisch. Over de hele wereld smullen ze ervan. En daarom is het hoog tijd om eens een lekkere chocoladetaart met sinaasappel te maken. Begin ik met de sinaasappels en ik ga twee verschillende dingen doen. Sinaasappelzestes maken en sinaasappelmarmelade. Zestes kun je zelf maken. In de meeste gevallen weet ik dat mensen het kant-en-klaar kopen. Geconfijte sinaasappel, ook wel orangeade genoemd. Maar dat kun je best zelf doen. Kijk, dan haal ik in ieder geval de boven- en de onderkant van de sinaasappel even eraf. Dan zit er nog genoeg aan. Ik heb een pannetje opstaan met heet water. En nou ga ik eerst om sinaasappelzestes te maken. De sinaasappel even schillen, redelijk dik. Dan haal ik het wit een beetje ervan af, of het binnenste van de sinaasappelschil. Snijd dat in reepjes en dan kook ik dat eventjes in een beetje water met zout, blancheren. Dus gewoon heel even de koker over laten gaan. En als het gekookt is, dan zeef ik het, giet ik het af en zet ik het weer opnieuw op met vers water, met schoon water, met weer opnieuw zout. En dat herhaal ik een keer of vier. Wat je dan krijgt is dat je sinaasappel vanzelf schoon wordt en heel mooi zacht. En daarna ga ik het pas eigenlijk echt confijten. Dat wil zeggen dat ik het ga koken in suikerwater. En voor twee sinaasappels gebruik ik dan iets van 2,5 deciliter water en 250 gram suiker. Dus een suikersiroop die je 1-op-1 zou kunnen noemen. 1 deel suiker, 1 deel water. Je ziet die sinaasappelsnippers ook wel eens bij een chocolatier. Dan zijn ze op deze manier geconfijt en dan gedroogd. En dan door de chocolade gehaald. Vooral door pure chocola is dat heerlijk. Ik maak deze nog even af. Ja, en dit is echt de voorpret van het bakken. Maar dat komt natuurlijk omdat het zo lekker ruikt met die sinaasappel. Kijk, normaal als je sinaasappel raspt of citroen raspt, dan was ik de sinaasappels altijd. Meestal met warm water, want er zit toch een soort waslaagje op. Die sinaasappels zijn nou eenmaal bespoten. En als je het dan 4 keer kookt, steeds weer afgiet, wat je dan doet is dan maak je die sinaasappels wat schoner. Dan gaat het vuil en het waslaagje gaat er een beetje af. Want uiteindelijk ga je dit natuurlijk eten. Kijk, dan snij ik het in lange reepjes. Dit zijn zo van die voorbereidende werkjes die ze ook in een bakkerij wel eens doen op het moment dat de tijd daarvoor beschikbaar is. En dan maak je zelf gewoon nuttig, hè? Oké. In het warme water, of in het kokende water. Met zout. Kijk, suiker komt er straks genoeg bij. En in het zoute water laat ik dit even koken. En dan giet ik dat straks weer af. Ik ga dat even hier achter op een pitje zetten. Bam, dan maak ik nog even iets anders lekkers. Kijk, je hebt ze waarschijnlijk al zien liggen. Hè? Deze sinaasappels hiervoor, die zien er een beetje vreemd uit. Dan komt die, heb ik al 2 uur lang laten koken. 2 uur, moest kijken. Helemaal door en door. Eerst ook goed gewassen met warm water. En dan laten koken. En dan krijg je dit. Eens kijken hoe dat eruit ziet. Sinaasappel, een beetje vreemd, maar wel heel lekker om te eten zo. En hier ga ik een confituur van maken. Haal even het kroontje eruit. Een confituur of een marmelade. Fijn recept. 2 sinaasappels die fijn snijden. Gewoon hakken en dat gaat dan heel makkelijk. Dit wordt ook een beetje een waterballet natuurlijk, omdat het gewoon hele sinaasappels zijn. Zie je, dan maak je die zo een beetje kapot. Dat gaat dan weer in een pannetje. Dit is ongelooflijk smaakvol. En moet je voorstellen, straks maak ik nog een chocoladecake. Dan komt die marmelade bij. En die geconfijte sinaasappelsnippers. Kijk, en het fijne van dit koken is dat je dus zo'n hele sinaasappel gewoon helemaal kunt gebruiken. Dus zowel de schil als het binnenste. Donkere stukjes, als ik die tegenkom, die haal ik er natuurlijk uit. Kijk. Zie je hoeveel je eruit haalt als je 2 hele sinaasappels doet? Die gaan in het pannetje. Zo. Ja, dan moet er natuurlijk nog wat bij. Suiker, 250 gram. Ja. En dan mag je daar wat frissigheid bij nemen in de vorm van citroen. Altijd goed natuurlijk. Kijk, buitenste rasp van de citroen.
Die citroen, ik vind die heb je wel nodig, anders is het toch wel heel zoet. Qua smaak. Ik wil niet zeggen dat er nu minder suiker bij in zit omdat ik er citroen in doe. Maar het geeft wel balans aan de smaak. Zo, en behalve de schil kun je daar natuurlijk ook gewoon het sap voor gebruiken. En misschien een scheutje water. Dus even citroensap. Kijk. Zo, klein scheutje water, niet te veel. En dit zo laten koken. Ongeveer een 20 minuutjes. En dan zie je het vanzelf lekker dik worden. Kijk, verder met mijn sinaasappelsnippers. Die zijn flink aan de kook. Dit was één keer. Afgieten. Zo, terug in de pan. En dan opnieuw water. Er mag gewoon koud water zijn hoor, want je brengt het vanzelf weer aan de kook. Niet te vergeten, zout. En weer terug aan de kook brengen. En dat moet je zo 4 keer doen. En uiteindelijk geeft dat een heel mooi resultaat, namelijk geconfijte sinaasappels. Drie, vier, vijf eitjes. Want ik heb ook voor mijn receptje speciaal voor alle beginnende bakkers en alle liefhebbers. Echt een makkelijk recept. En het lijkt heel veel als je klaar hebt. Dat is ook soms ook heel fijn, hè? Dat je echt gewoon een lekkere tractatie hebt. Kijk, 250 gram zachte boter. Als die boter te koud is, dan mengt die niet zo lekker. Voor cakebeslag zorg ik altijd dat ik liefst een paar uur van tevoren gewoon de boter eruit heb. Leg maar gewoon op de aanrecht en dan komt het wel goed. Bij de boter, 250 gram, gaat ook 250 gram suiker. Ik neem lichte basterdsuiker. Net even een ander smaakje. De suiker en de boter laat ik eerst even draaien. En een cakebeslag, zo'n soort cakebeslag, kun je ook gewoon met de hand doen hoor. Dan pak je gewoon zo'n gummispatel of een houten lepel in een kom roeren. Dit gaat alleen sneller en je hebt je handen vrij. Dat is het verschil natuurlijk. Dan heb ik ook 250 gram bloem. En door de bloem doe ik een beetje bakpoeder, een theelepel. Zodat je eigenlijk zelf rijst en bakmeel maakt. Wel altijd eventjes bakpoeder door de bloem mengen, anders hou je misschien soms van die witte klontjes over. Ja. Bakpoeder zorgt voor luchtigheid. En dan gaan bij de boter en de suiker één voor één de eitjes. En eigenlijk wacht je steeds eventjes tot het eerste eitje is opgenomen. En dan kan het tweede erbij. En de derde. Zie je, voor snelheid gewoon lekker de mixer gebruiken. Laatste eitje. Als het is opgenomen, dan kan de bloem daar in één keer bij. Zo. Hier nog een droog stukje mee. En dit is het cakebeslag. Dan hoef je alleen maar eventjes kort te draaien. Als de bloem erbij gaat, lage stand. Want anders stuift de bloem overal alle kanten op, hè. Kijk, en dan heb ik wat extra ingrediënten die ik daarvoor wil gebruiken. Om het echt even goed aan te kleden. 100 gram chocola. Pekanoten. Appeltjes. En ik heb ook nog diepvrieskersen. Die zijn een beetje ontdooid. Gewoon bij elkaar. Eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit. Dat klinkt misschien gek wat je gebruikt. Maar gewoon dingen die lekker zijn bij elkaar. Maar voor dit recept kun je heel veel kanten op. Vers fruit. Blikfruit. Diepvriesfruit. Noten. Alle soorten chocola. Wat je maar wil. Ik ga dan gewoon de cakebeslag zo meteen op de bakplaat verdelen. En dan strooi ik al die ingrediënten er gewoon overheen. En dan bakken maar. Ik heb de oven al voorbereid op 170 graden. Zo. Kijk, is inmiddels het cakebeslag goed. Zie, het hoeft ook niet hard te kloppen. Hè? Als het gemengd is, is het gelijk goed. Dit eruit. Oh, mijn plaat. Ik moet natuurlijk mijn appeltjes nog wel in blokjes snijden. Maar ik ga eerst eens even mijn cake verdelen. Lekker. Ja, als je je gewend maakt aan dit recept, dan kun je daar denk ik ook thuis heel veel mee variëren. Het is ook echt zo'n lekker zaterdagochtend receptje. Waarom? Dan heb je het hele weekend heb je gewoon een lekkere bakplaat om stukken van te snijden. Als er iemand op bezoek komt, is het altijd fijn natuurlijk. Ik neem een grote bakplaat. Zoiets. Stuk bakpapier. Even kijken, een beetje boter. Om ook de randjes natuurlijk mee in te smeren. Dat niks blijft plakken. Oh. Kijk, fijn is van deze bakplaat, die heeft natuurlijk een opstaand randje. Wat ideaal is voor een
beek zoals deze. Kijk. Bakpapiertje erin. Ziet er gewoon leuk uit ook. En het, ja, het haalt natuurlijk makkelijk af, zodat er niks blijft plakken aan je plaat. En dan mag al dat cakebeslag mag er gewoon zo hup in. Even een keer goed doorroeren. Kijk eens, laat maar vallen. Fijn, hè, zo'n gummispatel, want er blijft niks in je kom achter. Heerlijk. Dan dit gewoon verdelen. Dit is een lukt altijd en is altijd lekker recept. Er zal natuurlijk nog iets opkomen in het cakebeslag. Want ik heb er bakpoeder in zitten. Zie verdelen, maar wil je het een beetje grof laten? Zo, dat kan ook, hè? Dat hoeft helemaal niet zo heel precies hierbij. Even zorgen dat alles erin zit. Oké. Ja, en dan het garnituur. Eerst is de appeltjes doen. Appels, partjes, klokhuis eruit en in kleine stukjes snijden. De klokhuizen weg. Kijk, twee tegelijk. En gewoon dunne plakjes, net als voor appeltaart. Zo, verdelen. Kijk, en eigenlijk als je dit recept zou maken, je zou het in een cakeblik doen, is gewoon je cakeblik gevuld. Gebruik je een springvorm, heb je één volle springvorm. Nu lijkt het misschien wel een beetje of dat je meer hebt. Maar ja, het is gewoon platter natuurlijk. De pekanoten. Ook verdelen. Kersen. Beetje afgieten toch? Want zie je dat een beetje het sap eruit komt? Wat wel mooi is juist, dit sap gaat een beetje wel in het cakebeslag lopen. Zie je, dat geeft een hele mooie kleuring ook. Maakt het ook alleen maar sappiger. En omdat het zo'n groot oppervlak is, zal het vocht ook wel een beetje verdampen. Kijk. Mooi, hè? Mooi en lekker. Lekker is mooi. Als laatste nog wat chocola. Natuurlijk gewoon in kleine stukjes. Chocola er ook over. Ja, dan heeft dit maar een half uurtje nodig. Ik zei al, de oven heb ik voorverwarmd al op 170 graden. Nou, en dan straks gewoon zo dit. Weet je, ik kan er straks nog wel iets lekkers bij doen, een room of zo. Maar daar heb ik nog even bedenktijd voor, want ik mag... Mijn chocoladetaart met sinaasappel. Ga ik nu die geconfijte sinaasappelsnippers maken. Kijk, deze zijn nu al zacht. Vier keer dus gekookt, steeds in water met zout. 250 gram suiker en 250 gram water. Daar gaan de sinaasappels in. En nu laat ik dat drie kwartier koken. Gewoon rustig aan. Dat is best wel lang. Daardoor zal het vocht gaan verdampen. Zal de suikerschroop steeds dikker worden. En uiteindelijk heb je dan gewoon hele lekkere geconfijte sinaasappelsnippers. Die ga ik hier even rustig opzetten. En dan het cakebeslag. Ik ga voor de chocoladecake, want anders heb ik geen chocoladetaart natuurlijk. Dit is de vorm in de mixer. Vier eitjes. Zo lekker mooi chocoladebeslag maken, ook echt met pure chocolade erin. Vier eitjes klop ik op met 225 gram suiker. Ik heb ook 225 gram bloem, daar mag een beetje bakpoeder bij. Hè? Wil je het wat luchtiger krijgen... Klein beetje boter, gewoon een klontje, zo'n 50 gram. En 125 gram pure chocola, echt lekkere pure chocola. Eerst de suiker met de eieren luchtig draaien. Zo. Dan de boter laten smelten. En door de boter ga ik dan de chocolade doen. De chocolade, ik heb daarvoor al smeltdruppeltjes genomen. Dit is de chocolade die je ook af en toe in de winkel wel kunt vinden, maar die de banketbakkers graag gebruiken. Omdat het is eigenlijk gewoon dezelfde chocolade als die grote brokken. Alleen doordat het kleine druppeltjes zijn, hoef je ze niet meer te snijden of te hakken. En smelten ze daardoor sneller. Kijk, als de boter gesmolten is, mag de chocolade erbij, maar niet verbranden.
Dus zorg dat het vuur niet te hoog is of hou het er anders vanaf. Hier in de warme boter. De chocola zo doen. Zie je, als de chocola zo al smelt, hoeft hij ook niet meer terug op het vuur. Dan laat je hem gewoon zo mooi gaan. En de bedoeling is om die gesmolten chocola met de boter zo meteen te mengen door het ei met de suiker. Kijk, hoeft hij niet meer terug. Die pan is ook het voordeel, blijft zo lekker warm. Heb ik mijn bloem, daar gaat de bakpoeder nog doorheen. Of zelf rijst en bakmeel gebruiken, wat bloem is, waar bakpoeder doorheen zit. Moet wel even een beetje mengen. Zo. Dan de vorm, en het begint al lekker te ruiken naar chocola. De combinatie van chocola en sinaasappel hangt al in de lucht. Ik heb mijn oven nog op 170 graden, dus dat is ook gelijk een goede temperatuur voor deze taart. Gaat een bakpapiertje op de bodem. Kijk, de eieren zijn mooi luchtig geworden met suiker. Nog even een flinke draai geven op maximum. Ja, mooi. Fijn toch allemaal zo, hè? Mooi luchtig ijsschuim. Niet te idioot luchtig. Als je het nog luchtiger wil hebben, dan kun je ook eiwitten en eidooren eens apart opkloppen. Maar voor dit recept mag best een beetje compacter zijn. Kijk, en dan gaat die chocola met de boter. Gaat bij de eieren eerst. De bloem gaat pas als laatst. Vlug doorroeren. Niet te veel roeren, gaat ten koste van luchtigheid. Als het gemengd is, is het gelijk goed. En dan de bloem met de bakpoeder erbij. Kijk, en rustig met gewoon een paar slagen steeds. Goed langs de bodem ook en de onderkant van de kom. Kijk, een heel mooi, rijk chocoladebeslag. Wat best even tijd nodig heeft om goed gaar te bakken. Ik ga dit zo'n 50 minuutjes geven op 170 graden. In de vorm. Ups. Kijk eens, wat rijk. Ho. Ja hoor, straks met die marmelade. Er komt nog een chocolade ganache op als topping. En die geconfijte sinaasappelsnippers. Jeetje, wat een lekker dagje. Eerst eens even alle tijd voor de oven. 50 minuutjes dus. Kijk, dat mijn easy tray cake easy is, dus makkelijk, wil niet zeggen dat ik me er te makkelijk vanaf moet maken. Ik ga er nog wel iets bij doen. Een beetje lekkere room, chocoladeroom, stracciatella room, zou je ook kunnen noemen. Gewoon slagroom, 2,5 deciliter en een klein beetje suiker. Niet meer dan 50, 50 gram is wel aan de vele kant, denk ik. Ik denk zo'n 30 gram, 2 eetlepels. Maar ik ga er ook nog chocolade bij doen. Ik heb al chocolade laten smelten. Zo'n 75 gram pure chocolade. Die is klaar. En die gaat zo meteen door de slagroom heen. En als je nou, ik laat het zo zien, dat langzamer doormengt, dan krijg je chocoladevlokjes in de slagroom. Dan heb je stracciatella-room. En als je snel mengt, dan lijkt het een beetje op een chocolademoes. Dus je kunt beide kanten op hiermee. En het is gewoon heel eenvoudig. Slagroom en gesmolten chocola. Dat is al. Dan zullen we de tray bake eens pakken. De tray cake. Gebakken in een tray. Zie je, een half uurtje is een perfecte tijd. Zie je? Ziet er toch lekker uit, hè? Zo'n etalage waar dan bij een banketbakker met allemaal van die bakplaten erin. Of gewoon zo thuis lekker op de keukentafel. Handdoekje erbij is natuurlijk wel heet. Nou, je kunt het in stukken snijden en serveren, maar je kunt het ook gewoon, dat zou ik dan denk ik doen, op de bakplaat laten. Waarom niet? Stukjes snijden of mensen zelf laten snijden. Dit is ook ideaal om voor te snijden. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen, nou, trakteergebak, ja, waarom niet, hè? En dan blijft alles toch nog een beetje in de vorm. En die appeltjes die gaan wel een beetje verschuiven tijdens het snijden. Maar ik zou dat helemaal niet zo erg vinden. Even kijken, midden door een keer. Kijk eens, dan heb je mooi 24 stukjes. Dat is toch een mooi aantal. Die je zo uit de plaat kunt eten. En ook warm, denk ik. Is juist lekker, hè, warm. Dan de slagroom. Ja. Kijk. Door de slagroom nog een beetje chocola. Of als je het gewoon zo met slagroom wil, kan natuurlijk ook. Maar ja, het is met chocolade en met die kersen heeft het ook wel weer iets van Schwarzwalder kers een beetje. Kijk, chocolade erbij. Zo.
Kijk, en nu langzaam mengen. Wat er dan gebeurt, dan stolt die chocola. Die wil stollen in die koude room. En dan krijg je een beetje een soort chocolade vlokjes erin zitten. Dan heet het stracciatella room. Als je dit snel mengt, dan wordt het een soort chocolademousse. En je kunt ook een beetje gemarmerd laten. Ziet het er toch wel heel lekker uit zo. Kijk. Zie je? Wat een lekker ding. Oh. Heerlijk, hoor. Zo'n warm cakeje erop en dan zo'n dot van die room. Ach, wat is het toch gezellig. Het is toch een feest. En het is nog makkelijk ook. De Easy Tray Cake. Al wat je dan nog hoeft te doen na die goede voorbereiding die we hebben gedaan met die chocoladetaart met sinaasappel, is de marmelade. Moest kijken hoe lekker dit eruit ziet als je hier zo even doorheen gaat, hè. Nou, probeer je maar eens in te houden. Als je een sinaasappelliefhebber bent, dan is dit zo heerlijk. Maar goed, die komt zo meteen tussen de taart. De cake is afgekoeld. Dit is nog voor de topping die er bovenop gaat. Een soort ganache, maar dan met iets meer chocolade erin. Room in de kook brengen en dan pure chocolade daarin oplossen. Gewoon om er bovenop te doen, dat het een beetje zo fudgy eruit ziet. En mooi glanzend. En daar komen dan die sinaasappelsnippers die ik helemaal in het begin heb gemaakt, komen daar dan weer bovenop. Het is echt geen moeilijke taart. Natuurlijk zijn het een paar stapjes, maar het zijn de simpelste dingen. En dat weet ik ook zelf uit ervaring, die je gewoon het vaakste maakt. Oké. Beetje room in een pannetje aan de kook brengen. En zo gauw dat kookt. Ja, is natuurlijk al een warme pan, gaat die chocolade bij. En dan hoeft dat niet langer meer te koken. Dan is de temperatuur van die kokende room is gewoon genoeg om die chocolade te laten smelten. Kijk. Mag dat meteen eigenlijk wel van het vuur af. Ja, dan roer je dat zo door elkaar. En in het begin denk je, oh, komt dit wel goed? Maar dan zul je zo meteen zien dat het gewoon een heel mooie, glanzende chocoladelaag wordt. En je moet dit ook niet willen haasten. Je moet het gewoon even laten staan zo. Pak even een onderzettertje erbij. Dan roer ik het zo meteen nog een keer door. En is dat de topping? Dus eerst eens met de taart beginnen. Bakpapiertje even weghalen. Ik ga hem één keer doorsnijden. Dus het worden gewoon twee mooie lagen. Het enige, want dat is altijd met taarten qua geduld. Hè. Je moet wel zorgen dat dit eerst is afgekoeld natuurlijk. Zo, daar gaat dan die marmelade overheen. Lekker veel. Gewoon, nou ja, veel. Het zijn twee sinaasappels zijn dit. Met die citroen die erdoor zit. En de suiker natuurlijk. Om de marmelade te maken. Zorg dat overal wel wat zit. Hè. Zie je ook aan die randjes. Oh. Dan gaat het deksel er weer op. Even goed aandrukken. Zo. Daar gaat dan de chocoladevulling overheen. Maar die moet natuurlijk eerst goed glad geroerd zijn. Dat er geen stukjes chocolade meer in zitten die niet zijn opgelost. En je ziet, de verhouding is zo gemaakt dat dit gewoon een hele mooie glanzende substantie is. Kijk. Die daar overheen. Kijk eens, wat lekker. Oh. Natuurlijk ga ik wat lekker nog van de randen laten zien. Je strijkt het eigenlijk gewoon tot het bovenste oppervlak is bedekt. En dan laat je het gewoon een beetje zo eraf druipen. Zie je? Klein beetje aan de randen. Voor deze taart, maar dat is persoonlijk, dat is natuurlijk altijd met taarten, zou ik zeggen, laat de randen gewoon zoals ze zijn. Is goed. Niet te moeilijk doen. Zet ik het vast eens op een schaal. Kijk. Jam, jam. Zo. En nu moeten we nog wel laten zien dat het ook gaat om sinaasappel. Kijk, ik heb hier sinaasappelsnippers. Ja. Wat ik gedaan heb, ik heb ze 3 kwartier laten koken. Dus 4 keer geblancheerd en daarna 3 kwartier laten koken. En die gaan hier bovenop, maar eerst even nog een laagje chocola erover. Kijk, ik heb na 3 kwartier koken heb ik ze er gewoon even uitgevist met een vorkje. En dan even op een bakpapiertje een beetje laten aandrogen. Dan koelen ze wat af. En dan zul je zien dat het suikerwater een beetje opdroogt als een soort glanslaagje eromheen. Ja, witte chocolade eromheen is toch heerlijk. Niet eens al te veel. Ik heb die witte chocolade gesmolten tot het een graad of 30 is. En dan in een puntzakje van bakpapier gedaan.
Kijk, en daar dan al die sinaasappelsnippertjes, of zoveel als je maar lekker vindt, daar lekker royaal bovenop. En proef het gewoon, hè? Dat heb je van tevoren waarschijnlijk al gedaan. Merk je hoe lekker zacht dat is, die zelfgemaakte geconfijte sinaasappel. Kijk eens, mijn vingers plakken ervan. Het is tijd om aan te vallen. Ik heb nog een paar sinaasappelsnippertjes over. Heerlijk. Lekker voor over een ijsje of zo een keer. Moet je eens kijken. Hij heeft er zin in. Net als jullie allemaal hopelijk om het te maken. Deze is chocoladetaart met sinaasappel. En samen met mijn Easy Tray Cake en stracciatella room is het vandaag een makkelijke, maar wel een overheerlijke dag. Dus heel veel plezier erbij.